Trainingsvisie. Bert, allereerst van harte gefeliciteerd met de belangrijke overwinning op ONS Snake. Ja, dat was hij absoluut. En uh, daar moet ik heel DVS mee feliciteren ook. Hartstikke mooi. En uh, wat ook mooi is, uh, veel supporters mee. Hè? Ja, er waren ongelooflijk veel. We waren ruim op tijd. En, uh, maar ook de supporters waren ruim op tijd. Dus dat, uh, dat geeft een heerlijk gevoel als je zoveel geel-zwarte ziet. In de samenvatting van podium, eh, podium TV repte de verslaggever over een uh, geweldige wedstrijd. Hij had echt een geweldige wedstrijd gezien. En ook ik was toch in de loop van de wedstrijd wel enthousiast. En eigenlijk met name omdat uh, Sneek ons toch verrassend goed in die tweede helft uh, partij bood. En, en ja, het, het werd echt een strijd, een voetbalstrijd. Ja, als je meteen naar de tweede helft gaat, uh, moet ik ook wel eerlijk zeggen dat wij dat ook toelieten. Want de keuze die we maakten in het veld op dat moment, uh, die zorgde er ook voor dat Sneek uh, ja, in, in zijn element kon komen. Veel in de duels. Ja, en zij, zij, zij pompen de bal nogal vrij snel voor het doel. Dus ja, dan gebeurt er altijd wat. Uh, maar goed, het waren 10 minuten die heel pittig waren voor ons. En, maar je zag ook op het moment dat wij weer gas gingen geven, dat we het ook toch makkelijk weer tot kansen kwamen. Het viel mij wel op dat uh, die lange ballen van uh, Sneek, zowel van de middenvelders, Lanting en, en Meraki, en, maar ook van achteruit, uh, dat die, dat die loepzuiver waren en daardoor ze nu en dan uh, toch gevaar opleverden. Ja, dat is zo. Alleen uh, als je te snel druk op die mensen zet, dan, uh, ja, dan gaan ze hem ook nog eerder geven, maar dan benutten ze nog meer uh, die ruimtes achter je verdediging. Uh, eerst zag je gewoon dat we bepaalde mensen van hun in lieten dribbelen, uh, zodat ze fouten gingen maken. En uh, ja, daar trapte ze ook in, want toen konden we vanuit omschakeling ons ding doen. Maar inderdaad, hun passers waren uh, uh, krachtig, uh, diep. Ja, ze hebben echt wel een paar goede spelers gelopen natuurlijk. Ook wel uh, voor, het, voor het, ja, het geval je daar tijd voor hebt, uh, genoten van uh, het spel van uh, Lanting uh, op dat middenveld? Ja, hij is een hele slim voetballer. Hij, hij positioneert zich zo dat hij altijd aan speelbaar is. De middenvelders weten niet, hij moet nou wel of niet doordekken op hem. Uh, Zowel naar links als naar rechts uh, wijkt hij uit. Uh, maar goed, daar hadden we op een gegeven moment ook een antwoord op. En dan wordt het voor hem ook lastiger natuurlijk. Maar het is wel een jongen die uh, op allerlei manieren zijn ploeg op sleeptouw neemt. En uh, dat was ook afgelopen zaterdag zo. Wel, uh, op een of andere manier had ik toch altijd het idee van. Uh, ja, Davies gaat dit toch gewoon uh, winnen. Maar ik had wel respect voor de manier waarop uh, Sneek ons. Uh, proberen aan te pakken en met name vanaf het begin vol druk zetten. Heel veel mensen voorin hè? Ja, nou vooral veel middenvelders. En uh, daar hoopten ze natuurlijk ook door snel druk te zetten om de bal te veroveren tot kansen te komen. Dat, dat resulteerde niet in kansen voor hun. Maar het zorgde er juist voor dat wij natuurlijk uh, optimale ruimte kregen om hun... Uh, ja, verdediging onder druk te krijgen, maar om met snelle uitvallen eruit te komen. Dus, e ene kant is het heel goed wat ze hebben gedaan, hè, want zakken ze helemaal in, dan uh, komen ze misschien niet tot kansen. Nu proberen ze een wedstrijd van te maken. Um, nou, dat hebben ze gewoon heel dapper gedaan. Maar ik vond het klas van onze groep dat ze, dat ze het antwoord erop hadden. Ja, wat lijkt me dat toch vreselijk voor een coach van de tegenpartij om uh, uh, ook maar iets te bedenken op het spel van uh, die drie voorwaartsen van ons: Maurice, uh, Daniel en uh, Benjamin. Dat, daar moet je toch knettergek van worden. Dat is knap lastig omdat het natuurlijk hele creatieve jongens zijn en nooit hetzelfde doen. Dus dat, dat maakt ze natuurlijk tot wat ze zijn geworden. Uh, maar goed, onze linie erachter die bewaakt ook dat ze die dingen kunnen doen. Ja, er zijn, er zijn ploegen die er antwoord op hebben, uh, maar nooit de volledige 90 minuten. En deze jongens zijn gewoon 90 minuten lang uh, een enorm gevaar voor hun tegenstander. Ik denk dat jij als trainer toch ook enorme waardering moet hebben de, hoe de spelers zijn omgegaan met, de, met de, de omstandigheden. Hoe ze toch deze partij weer over de streep hebben getrokken, ondanks ja, de vreselijke, nogmaals moeilijke omstandigheden, want dat veld... Oh. Ja, er lag meer rubber op, de, op dat veld dan op de hele snelweg in Nederland natuurlijk en uh, ja, het was ontzettend warm. En je uh, kun je wel zeggen, ja, Sneek heeft daar ook last van. Maar uh, hun spel was toch op een andere manier hè, veel door de lucht. En wij moeten het gewoon over de grond zoeken. Ja, die hitte was enorm. Je zag ook uh, de eerste krampgevallen van dit seizoen uh, ontstaan. Uh, bal die hobbelt, uh, lastig in de aanname. Maar goed, weet je, dat weten die mensen van Sneek zelf ook wel. Die hebben er alles aan gedaan om, om nog het veld nog een beetje redelijk te krijgen. En ze balen er zelf natuurlijk ook van dat de situatie zo is. Ik denk dat uh, mocht Spakenburg zich aanstaande weekend uh, vergissen tegen ASWH en ze moeten daarna uit naar uh, ONS uh, Sneek, dat Sneek met Lanting uh, erbij het Spakenburg nog behoorlijk lastig uh, kan maken. Ja, ik denk dat iedere tegenstander op dit moment uh, Spakenburg heel moeilijk maakt. Maar dat doet het dus een heel jaar al zo. Als je tegen Spakenburg speelt dan is iedere tegenstander heel erg gemotiveerd. Nou, dat zal weer Sneek zo ook zo zijn. ASWH zal ook ervoor zorgen dat het kampioensfeestje nog niet door kan gaan. Ja, zo heeft iedereen zijn verhaal natuurlijk. En uh, aan ons om ervoor te zorgen dat we die druk op spakenburg groot houden. Uh, natuurlijk kijken we wij zelf naar de, naar de derde periode, omdat wij uh, heel erg met Volendam bezig zijn. Ja, Dovo is uh, uitgespeeld, onze aanstaande uh, tegenstander. Tenminste kan geen uh, prijs meer pakken, wij hebben zich uh, uh, gehandhaafd en uh, kunnen lekker vrij uit uh, spelen. Wat verwacht je voor een potje? Ja, redelijk open duel. Kijk, Dovo heeft het uh, heel verdienstelijk gedaan uh, dit seizoen. Keurig nog versterkt met jongens die meteen iets toevoegen aan het elftal. Uh, laten het echt niet zomaar lopen. Het zijn allemaal liefhebbers, dat uh, weet ik ook van de afgelopen jaren. Uh, die vinden iedereen het mooi om op dit niveau te spelen. Ze hebben heel veel energie, kunnen erg goed voetballen. En die willen er toch voor zorgen dat die uh, reeks van DVS wordt doorbroken. En ja, wij moeten zorgen dat het niet gaat gebeuren. En uh, hoe uh, gaan we dat doen? Nee, gewoon ons normale spelletje. We hebben op veel uh, zaken een antwoord en dat zal zaterdag niet anders zijn. Uh, de groep is zeer gretig. Uh, vanavond uh, zullen we dat ook weer zien op de training. Uh, we willen gewoon graag uh, nu die stap gaan maken, nu we zo dichtbij zijn. We willen het seizoen uh, succesvol maken en daar zijn we hard mee op weg, maar je hebt nog helemaal niets. Helemaal vijf dag gewoon trainen? Ja, 100 procent. Oké, okay, hartstikke goed. Succes ermee, Bert. Dankjewel.